Hallo en welkom bij Pretparkwereld. Het is weer tijd voor pretparknieuws en dit keer van oktober. Oh ja, mocht je trouwens denken, waar is Erwin? Die is druk bezig de Halloween vlogs te editen, want die komen zeker ook online in de komende weken. En ik heb er ook heel veel zin in, alleen ik heb geen tijd om ze te editen, maar wel om deze video te maken. Dus heb je er zin in? Kijk dan naar de intro. Heb je er geen zin in? Mag je nu nog wegklikken. Ja, vinden jullie het allemaal goed? Hier komt de intro. Het is oktober, dat is natuurlijk de Halloween maand, maar ik vind eigenlijk dat deze setting nog niet zo spooky genoeg is. Daar ga ik nu even verandering in brengen. Yes, dat is al een heel stuk beter. En nu kan Halloween pas echt gaan beginnen. Ik vind Halloween toch echt een van de beste periodes van de pretparkwereld, want het is heel erg spooky en er is van alles te doen. Het is wel een gat in mijn rekening. Maar ja, dat moet je er dan voor over hebben. Ik ben dit jaar al naar Walibi Holland geweest en naar Toverland. Ik ben vooral over Toverland nog altijd heel enthousiast. Hoe zij Halloween doen vind ik echt fantastisch en ik vind er heel veel parken ervan kunnen leren. Want Walibi was jarenlang echt de koning in Halloween. Maar nu vind ik dat Toverland die titel mag overnemen. Want ze hebben heel veel verhaal, heel veel thematisering en... Over het algemeen vind ik het gewoon veel fijner om in Toverland te zijn dan in Walibi met Halloween. Want in Walibi vind ik het gewoon veel te druk en je betaalt gewoon veel te veel voor alle spookhuizen. Is ook deels vanwege het feit dat het daar heel erg druk is met Halloween. Dus ze kunnen daar wel echt flink op cashen. Maar ik vind dat bij Toverland dan toch weer een stuk beter. Maar laten we eens beginnen bij de nieuwe spookhuizen in Walibi en in Toverland. Wil je trouwens geen spoilers? Skip dan even een paar minuten door. Maar ik ga toch alles vertellen wat er gaat gebeuren. In Toverland is het nieuwe spookhuis Now Your Mine geopend. Je gaat door een Limburgs mijnbouwmuseum. En dus eerst wordt je ticket gescand. En daar zit al een leuk geheimpje in, die ticket die gescand wordt. Maar dat ga ik wel eventjes voor later houden. Je krijgt dus een tour door het museum. En dan hoor je een mooie omroep over het verhaal. En de beveiliger die gelooft er helemaal niks van. Die gaat jou... Achter de schermen leiden, die benijert zijn hokje en hij heeft een heel plan bedacht van wat kan hier nou gebeurd zijn geweest. Want Meinert Müller die heeft de mijn opgericht omdat hij de magnum opus wil vinden. Dat is een steen en die zou magische krachten hebben en misschien wel het eeuwige leven kunnen geven. En hij is in één keer mysterieus verdwenen. En daarom heeft de overheid er een museum omheen gemaakt. Maar ze proberen wel een beetje weg te werken dat er misschien wel mysterieuze krachten zijn. Maar de beveiliger die neemt jullie speciaal op een tour door de verlaten mijn. En ja, laat ik erop houden. Je krijgt allemaal best wel enge wezens te zien. Alleen ik vind dat er te weinig enge wezens zijn, want ik vind hem niet eng genoeg. Het is vooral qua verhaal en qua sfeer geweldig, maar qua scares is die wat minder. Nu is het natuurlijk ook een nieuw spookhuis, dus het kan altijd verbeteren. Net zoals bij Maison de la Magie, die vind ik nu ook beter dan dat die bij de opening toen er tijd was. Maar voor nu is het vooral als je echt van verhaal en van sfeer houdt, dan zou ik hem zeker doen. Want je krijgt ook een mijnhelm op met een lamp die aan en uit gaat. En je, op een gegeven moment kom je Meinert Müller misschien wel tegen. Maar... Verder ga ik nog niks verklappen. Ik zou hem wel zeker aanraden om een keertje te doen. Dat is dus een nieuwe spookhuis, Now Your Mine. Now Your Mine heeft wel heel veel storing gehad. Er zijn veel problemen geweest. Mensen hebben bijna 2,5 uur gewacht en zijn daarna toch geweigerd voor Now Your Mine omdat er veel storingen waren. Er zijn wat effecten die problemen hadden en die niet werkten. Zoals de Pepper's Ghost, de lift en wat andere effecten. Maar ja, ik hoop dat hij binnenkort wat beter werkt, want de afgelopen dagen heeft hij ook wat problemen gehad. En er zijn mensen die de Now Your Mine hebben beleefd met werkverlichting aan. En dat neemt je ook weg van de beleving. Maar dan de parade van Toverland, die ging ook niet altijd goed. Want een meneer van Troy, die kon zijn speer niet zo goed vastpakken en die liet hem vallen op een kind. Gelukkig is dat kind niet gewond, maar het had erger kunnen verlopen. Iemand die wel gewond is geraakt is een scare actor van Morgana's Frozen Knights. Een van Morgana's ridders probeerde een bezoeker bang te maken. En tegelijkertijd viel hij over een steen. Dus dat zag er ook wel heel pijnlijk uit. Dus ik zou voortaan een beetje opletten als je vooraan staat. Zet maar alvast een paar stappen naar achter. Sowieso wel handig. Dan hebben de acteurs wat meer ruimte en wat meer speling.
En dan gebeuren dit soort ongevallen wat minder. En dan gaan we door naar Walibi Holland. In Walibi Holland zijn er twee nieuwe spookhuizen dit jaar. De eerste is de Final Sleigh Ride. Als je onze video hebt gezien van Walibi Holland, dan weet je hoe die gaat. Het is dus een spookhuis gebaseerd op kerst. En het is eigenlijk wel eens wel grappig, vind ik. De Grinch zit erin, de kerstman. Eigenlijk een beetje de figuren die je verwacht met kerst te vinden. Maar het enige wat ik daar jammer vind is dat je achter een groep loopt en voor een groep. Oftewel, je hebt weinig ruimte om zelf te lopen. Je loopt elke keer weer achter een groep en je weet al waar de scares zich gaan bevinden. Dus als je niet zo fan bent van schrikken, dan zou ik deze zeker doen. Dan kan je namelijk nog steeds altijd schrikken, maar wat minder. Maar als je wel houdt van scares, dan zou ik hem niet doen. Want dan vind ik dan zonde van je geld. Er zijn binnen Walibi betere opties dan de Final Sleigh Ride. Namelijk de andere nieuwe, en dat is Urban Explorer. Ik vind dat echt een fantastisch nieuw spookhuis. Je gaat namelijk door een loods, een verlaten magazijn. Je ziet daar allemaal artefacten van verschillende generaties van Walibi Holland. Van toen die nog Walibi Flevo heette, Six Flags, Walibi World. Zelfs de oude treinen van Condor zijn daar te zien. Ik hoopte die nooit meer te zien, maar toch, mijn ergste angsten zijn waar. Maar ik vind die wel heel erg vet. En één grote spoiler, je kunt nat worden. Maar waar, zal ik niet zeggen. Ik vind het een heel leuk spookhuis. Laten we het daarop houden. En dan gaan we naar wat ander nieuws. Als we toch een beetje in de Halloween-sfeer blijven, gaan we naar de Efteling. Die heeft natuurlijk geen Halloween. Maar toch, ze bouwen aan Dans Macabre. En er is alweer een nieuwe Charlatan show. Ik vind die show echt geweldig. Ik vind het liedje fantastisch van de Charlatan. En ik vind het hele verhaal rondom Dans Macabre wel leuk. Er zijn wel heel veel dingen onduidelijk, maar dat is ook de hele bedoeling van die charlatans. Ze weten nog niet waarom ze op de plek zijn gekomen en wat het onnoembare is en zo. Maar steeds per show wordt het meer onheilspellender en steeds weten we meer over het verhaal. En in de laatste show zeiden ze al dat je de datums moet tellen. En ik heb samen met Niels, die kennen jullie vast wel, heb ik gespeculeerd wat dan de datum zou moeten gaan worden. En dan zou Dans Macabre moeten gaan openen op vrijdag 11 oktober 2024. Dus zet die datum maar alvast in je agenda. Die dag zou die kunnen openen. Kan natuurlijk altijd nog op een andere dag open gaan en dat wij compleet mis zijn. Maar wij hebben de datums geteld die we moesten tellen en we kwamen uit op vrijdag 11 oktober. Dus eigenlijk, we kunnen er niet meer omheen. En verder in de Efteling waren er ook tijdelijk spookslotboeken en pins weer te koop. Net zoals vorig jaar, waar dus vorig jaar een hele stormloop op kwam. Zijn die nu weer beschikbaar. Waarschijnlijk hebben ze in een magazijn een of andere doos gevonden waar die nog in lagen. Maar toch wel leuk voor de mensen die nog graag eentje wilden kopen. Ik weet niet of als je op dit moment dit kijkt of het dan nog steeds is. Maar de laatste keer dat ik in de Efteling was, toen kon je in ieder geval de boeken en de pins nog halen. Dus mochten ze er nog zijn, zou ik ze zo snel mogelijk gaan halen. Want ik denk niet dat die er nog lang zullen zijn. En dan blijven we nog eventjes verder in de Efteling. Want de Efteling heeft altijd wel heel veel nieuws om te vertellen. Wat minder leuk nieuws. Er zijn namelijk karren van Droomvlucht op elkaar gebotst. Op 6 oktober rond 2:30 zijn er twee karren op elkaar gebotst op het moment dat hij teruggleed op de baan. Ja, het is eigenlijk best wel erg dat zoiets heeft kunnen gebeuren. Zeker aangezien de techniek helemaal is nagekeken en waar nodig vervangen dit jaar. Daarom is hij een paar dagen dicht geweest en toen was hij eindelijk weer open. En nu sinds, voor mij gisteren, is hij weer gesloten. Ik weet niet waar het dit keer mee te maken heeft. Ik hoop dat de attractie technisch in orde is, want het is natuurlijk wel een van de populairste attracties van de Efteling. Maar het is wel vervelend dat zoiets heeft kunnen gebeuren. En dan blijven we eventjes in de Efteling, want er is iets heel vreemds gebeurd. Vogelrok die zou in onderhoud zijn en hij was in één keer niet in onderhoud. Hij is een paar dagen open geweest, maar in een hele vreemde staat. Want de muziek was weg, de lichteffecten waren weg en de gordijnen in het station die waren weg. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar dat lijkt me echt een hele vreemde ervaring. Dat heeft ook een beetje te maken met wat ik zojuist heb verteld over Droomvlucht. Dat Droomvlucht een technisch probleem had en dat is natuurlijk best wel een grote attractie. In diezelfde periode waren ook de Baron
en Symbolica tijdelijk gesloten. En dat zijn toch hele grote attracties die je eigenlijk niet wil missen in het park. En dan is Vogelrok ook nog eens gesloten. Dus daarom hebben ze die tijdelijk geopend. Alleen in de staat dat die is geopend wil je hem eigenlijk niet hebben. Want hij reed ook maar met één trein. Dus de wachtrijen liepen flink op. Wel fijn dat je hem kon beleven, denk ik dan. En voor de mensen die houden van verticaal gaan, heb ik ook een heel leuk nieuwtje. En dat is dat Bommelwereld, het nieuwste pretpark van Nederland, eindelijk is verticaal gaan. We hebben weer een nieuwe loods in Nederland. We hadden al het Land van Toos, we hadden het Wunderwald, we hadden Plopsa Indoor Coevorden. En we hadden natuurlijk ook Dippidoo niet te vergeten. Is ook wel een heel leuk parkje, al zeg ik het zelf. Daar willen alle kinderen naartoe. Maar Bommelwereld zal ook zo'n leuk pretparkje zijn waar kinderen naartoe willen. Want de concept art zag er al veelbelovend uit. Ik ben ook heel benieuwd hoe het uitgevoerd gaat worden. Het is een beetje à la Plopsa Indoor Coevorden. Maar het lijkt toch wel een stuk groter te zijn dan Coevorden qua hal. Ik ben heel erg benieuwd. Als het open gaat, dan zul je het zeker zien op Pretparkwereld. En er is ook nieuws vanuit het prachtige landje Engeland. Ja, daar zijn wij op vakantie geweest. En we hebben ook een mooie teamsong van Engeland. Die zullen we nog één keertje laten horen voordat je hem echt hoort in de Engeland video. Nou, daar komt hij. Engeland. 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 Nou, genoeg van de Engeland teamsong, maar in ieder geval in Thorpe Park, waar wij ook zijn geweest, komt er een nieuwe achtbaan. En de naam van deze achtbaan is eindelijk bekendgemaakt en hij gaat heten Hyperia. Ik ben wel heel erg benieuwd, het ziet er echt heel vet uit. Het wordt de hoogste en snelste achtbaan van Engeland. Dus zeker als je naar dat park toe gaat, dan zal die mooi op de skyline zijn. En je zal ook heel mooi uitzicht hebben over het park. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien dat je wel weer een keertje terug gaat naar Engeland als die open is. Maar hij gaat volgend jaar al open. Dus ik denk dat ik nog even ga wachten. Maar toch, het ziet er al heel vet uit. Ja, meer kan ik er nu nog niet over zeggen. Want ik heb nog maar één keer die onride gezien. En dat is al een hele tijd geleden. Maar nu is gelukkig ook de naam bekend en dus kunnen we in ieder geval al spreken van de nieuwe achtbaan Hyperia. En anders zie je het in pretpark nieuws als die open gaat. En er is nog heel veel meer nieuws deze maand. Alleen deze video duurt anders veel te lang. Dus kijk zeker onze Halloween video's. Die komen elke week nu online. Deze week zal je kunnen kijken naar onze Movie Park video, hoe wij het daar hebben beleefd. Op dit moment dat ik dit opneem, zijn we er nog niet eens naartoe geweest, dus we zullen het heel snel moeten gaan editen. Maar toch, het komt deze week op vrijdag, komt het online. En die zou ik zeker gaan kijken. Verder gaan wij nog naar Bobbejaanland, naar Plopsaland. En we gaan naar Traumatica, waar ik echt heel erg veel zin in heb. Daar gaan we 5 en 6 november naartoe. Maar verder, vond je deze video leuk? Druk op het duimpje omhoog en druk zeker op de abonneerknop om geen enkele video te missen. En dan zie je volgende maand weer een nieuwe pretpark nieuws. En dan zie ik je bij de volgende video in Movie Park Germany. Doei!